16 maart gemeenteraadsverkiezingen en dus tijd om met lijsttrekkers te spreken. Nu is dat Loes ten Dolle van D66. Mevrouw ten Dolle, als ik het partijprogramma van D66 lees, een verkiezingsprogramma, dan valt me op dat u begint met, laten we zeggen, een heel specifiek onderwerp en niet het algemene onderwerp. U begint met het SKB, het streekziekenhuis. Waarom? Nou, algemeen onderwerp, volgens mij is er geen algemeen onderwerp. We hebben natuurlijk zorg en welzijn. Dat is verweven in ons programma. Wij vinden het heel belangrijk, goede zorg en een sterk SKB. We zijn natuurlijk ook de partij geweest die als eerste de vraag heeft gesteld en de zorg heeft uitgesproken over het SKB. U heeft Ilse Saers behoorlijk in de gordijnen gejaagd toen. Dat kunt u stellen, maar voor ons was het echt op de inhoud en heel belangrijk. Wij zien echt die waarde van het SKB en daarom hebben wij destijds ook onze zorgen daarover geuit en die vragen over gesteld. En altijd en uiteindelijk gelukkig ook met de andere partijen heel hard voor gevochten om die fusie te krijgen. Heeft u er na die tijd nog eens met de wethouder over gesproken eigenlijk? Want ze reageerde nou als een gebeten hond zou je kunnen zeggen. En vermoedelijk achteraf reconstruerend omdat u informatie had die zij niet had, die ze wel had moeten hebben. Klopt dat? Het is heel lastig om met een wethouder te spreken die diezelfde avond vervolgens uit de coalitie stapt. En dus was er geen college meer. Hè? Dus het was precies dezelfde avond. Dus dan wordt het lastig. Ik spreek natuurlijk het college aan en niet de persoon die daar zat. Dus ik vond het ook niet passend om daarna nog in de raad het nieuwe wethouder daarop te bevragen. Dan wel de oude wethouder, terwijl dat ze uit functie was. Dat kun je niet doen en vind ik ook niet zuiver. Zeker heb ik het daarna nog wel eens met andere partijen over gehad in het presidium van, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Hè? Ik ben nog steeds van mening dat de informatie, ik heb ook nog steeds wel twijfels over of het college toen echt niet op de hoogte was van het verhaal binnen het streekziekenhuis. En dat vind ik nog steeds wel kwalijk. Alleen op dat moment heb je er niks aan. En we hebben er nu ook niks aan. Op dat moment was het alleen maar zorgen dat het SKB overeind bleef staan. En dat we heel hard vechten om te houden. En daarom heeft het nu nog steeds zo'n prominente plek in het programma. Absoluut, want ik denk niet dat de volledige dreiging weg is. Ik bedoel, er moet nog een nieuw rapport komen vanuit de Nederlandse ziekenhuizen. En er ligt nog een houtskoolschets op het ministerie. Nou, die is in de prullenbak. Dat kunt u ook lezen in de huidige coalitieakkoord. Moet bekennen dat ik ook heel veel uren aan de telefoon heb gezeten met ons Kamerlid hierover. Om maar te lobbyen om die houtskoolschets eraf te krijgen. Dat vind ik echt heel belangrijk, want het is echt een gevaar voor ons SKB. Dus u mag van mij verwachten dat ik daar ook nog steeds heel hard op inzet. Maar we hebben natuurlijk nog wel een nieuw rapport dat aankomt. Wat zegt over onze acute zorg in Nederland. En de vraag is dus, gaan ze het concentreren, ja of nee? En dat is nog wel een uitdaging voor ons ziekenhuis. En ik denk, kijk, daar kunnen wij als gemeente niet direct wat mee doen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat wij onze landelijke partijen aanspreken. En daarop blijven aansturen. U wilt blijven stelling nemen in deze? Ja, absoluut. En ik heb dat natuurlijk ook aan het publiek op de Nationale Radio gedaan. Naar onze nieuwe minister die daar zit. Dat het mij wel enige zorgen baat, Even een paar punten die ook met zorg en welzijn te maken hebben. U pleit voor een zogenaamd preventieakkoord in uw programma. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, kijk, uiteindelijk is een ziekenhuis altijd hopelijk de laatste stap waar je terechtkomt. En wat ik nu zie is dat we nog heel erg bezig zijn met, iemand heeft ergens pijn, dus we gaan het oplossen en we gaan een pleister plakken. En ik vind het heel erg belangrijk om in verschillende situaties, of dat nou gaat over de gezondheid, de vitale gezondheid, de mentale gezondheid, et cetera, dat we aan de voorkant al nadenken, hoe kunnen we voorkomen dat? En dat zie ik nu ook met corona, hoeveel jongeren in een depressie raken. We hebben er nog niet eens over nagedacht, hoe gaan we die straks opvangen? En die klap moet nog komen. Zeker kun je dat op lokaal niveau. Want we zijn nu, denk bijvoorbeeld aan, dat is een concreet voorstel in ons programma. Dat heet de wachtverzachters. We hebben lange lijsten voor de gezondheidszorg, de mentale gezondheidszorg. En dat zijn mensen die je kunt aanstellen als gemeente. Om de eerste stap, dus die mensen op de wachtlijst alvast op te vangen. Zodat ze niet in een zwart gat vallen en dus maar moeten wachten tot ze een keer aan de beurt zijn. En daar kun je echt veel doen. De wachtlijst niet meer wachtlijst wordt, maar een traject naar... Precies. En ik denk de laatste jaren, we zijn heel veel gaten aan het dichten en pleister aan het plakken. En dat moet echt, we moeten echt een visie creëren voor de komende 10 jaar als het gaat over de jeugdzorg. Als het gaat over mentale gezondheidszorg, wat we gaan doen.
we kunnen niet altijd die gaten blijven dichten. En wat D66 betreft is dat echt wel een belangrijk thema en er zit ook wel echt een grote zorg. Zijdelings met zorg verbonden, in ieder geval duidelijk met welzijn verbonden, is uw voorstel voor een aanpak van de eenzaamheid. Hoe moet die aanpak eruit gaan zien? Breder dan die nu is. Wat wij zien is dat de eenzaamheidsaanpak heel erg gericht is alleen op senioren. Wat zeker goed is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Alleen we zien ook dat de grootste eenzaamheid nu zit onder jongeren. Dus je moet dat integraler gaan aanpakken. Je moet dat samen gaan kijken. Je moet ook kijken hoe kunnen we dat samenvoegen. En voor het een werkt niet het ander. Dus de eenzaamheidsaanpak die we misschien nu hebben, die wat goed werkt voor een senior of voor senioren, werkt misschien niet goed voor jongeren. Dus we moeten integraler durven te kijken, maar daarin ook duidelijke keuzes maken van wat doen we wel voor wie en wat. En daarom vind ik het heel belangrijk dat we daar meer oog voor krijgen. En hoe zou dat op een lokaal niveau concreet gemaakt kunnen worden? Nou ja, dat zou je heel concreet kunnen maken door een ambtenaar ook in te stellen die ook vaak bij de post komt en daar is integraal een plan op gaat schrijven. We doen nu maar hap-snap beleid en je moet daar echt een duidelijke visie op hebben en daaruit kun je de punten en de actiepunten verrichten. Mensen zijn niet voor niets eenzaam, namelijk ze assimileren als het ware niet. Ja. Dus die krijg je ook het minst makkelijk te pakken. Klopt. Hoe kun je daar als gemeente dan vat op krijgen? Ik denk dat we ook wat meer eigenlijk moeten vragen van onze eigen inwoners als het gaat over eenzaamheid. Als ik al merk, even misschien een heel stom voorbeeld. Ik ben het weekend bezig geweest met handmatig flyeren langs de deuren de brievenbussen in. En dan zie ik wat huizen, de gordijntjes dicht, de post al misschien, dat is nog net gedaan. En ik zie mensen geïsoleerd in een woonkamer zitten. Dat ik mezelf afvraag, is het nu quarantaine? En dan kom ik een week later en twee weken later loop ik toevallig weer in die buurt en is er niks veranderd. Dus een buurt moet dat ook. Een buurt moet dat ook oppakken. Ja. En sommige mensen willen ook niet. Hè? Dat is ook geen probleem. Die moeten we dan ook met rust laten. Maar er zijn ook genoeg mensen die niet zo goed weten hoe. En eigenlijk wachten tot een ander die stap voor ze maakt. Dus ik denk dat we ook misschien meer mogen uitgaan van inwoners die zaken signaleren. Dat serieus oppakken. Dus misschien wel een signaleringspunt. Ja. Ja, zonder dat het betuttelend wordt. Ja, betuttelend. Ja, nee, of dat moet je misschien niet onaangenaam nieuwsgierig. Nee, ja, zeker. Dat. Maar als die meldingen er zijn, dan moeten we daar wel wat mee doen. En ze vervallen nu te vaak in een of andere bak en komen dan niet meer boven tafel. Is er een relatie vanuit dit aspect naar bijvoorbeeld ook armoedebeleid? Ja, absoluut. En dat geldt ook met het preventieakkoord, daar kom ik daar weer op terug. Dat geldt ook voor de armoede. De mensen die nu in armoede leven, daar moeten we wat voor betekenen. Absoluut. Maar we moeten ook kijken, hoe gaan we voorkomen dat die mensen in de armoede komen? Want we zijn te vaak bezig met de huidige doelgroep te helpen, wat absoluut goed is. Maar we moeten gewoon concrete voorstellen maken. Dat zijn noodzakelijke pleisters, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zijn noodzakelijke pleisters. Maar je moet voorkomen, in ieder geval over nadenken, hoe gaan we voorkomen dat we die pleisters hoeven uit te delen? Want dat is dan waar we natuurlijk naartoe willen met onze doelstelling Armoedevrij 2040. Wat een hele mooie doelstelling is die D66 ondersteunt. Maar dat kunnen we alleen als we vol investeren op die preventie. Goed, maar als het dan gaat om armoedebeleid, heel concreet, dan kun je zeggen, ja, dan heb je het ook al heel vaak over inkomensbeleid. Mm-hmm. Niet de competentie van gemeenten. En er wordt op dit moment heel veel geschreven, gesproken over ongelijkheid, vermogensongelijkheid, inkomensongelijkheid. Maar dat is toch op een ander niveau, zou je kunnen zeggen. Dat is landelijke politiek. Ja, maar als het gaat over bijvoorbeeld, stel voor iemand heeft schulden. Je zou wel als gemeente kunnen zeggen, wij nemen die verschillende schulden op ons. Wij kopen die schulden af en dan is de gemeente nog de enige schuldeiser. Want dat is een klein simpel voorbeeld wat je wel kunt doen als gemeente. En wat je ook kunt doen als gemeente is een soort fonds creëren voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar. We zien heel veel jongeren die al op 19 jaar of 18 jaar meteen schulden hebben. Maar niet genoeg om meteen in de bijstand te komen. En dus schuldhulpsanering moet ik zeggen te komen. En die vallen dus een wal in schip. En die moeten, eigenlijk wordt in praktisch nog gezegd van, nou, je moet net iets meer schuld hebben, dan kom je in de schuldhulpsanering. Wordt het kwijtgescholden en heb je 3 jaar dat hele zware traject. En volgens mij kun je daar als gemeente een heel goed fonds voor inrichten, zodat die doelgroep ook niet tussen wal in schip valt. Ik ga even naar een ander onderwerp. Natuur, landschap en landbouw. Ja. Als je die dingen bij elkaar noemt, dan zie je meteen al dat er een zekere discrepantie in zit. Want natuur verhoudt zich soms slecht tot landbouw. Tegelijkertijd kun je zeggen, het is een gegeven dat in de natuur ook landbouw plaatsvindt. Dat laatste. Hoe kijkt u als D66 daar tegenaan?
En nou, meer het laatste wat u zei. Wij vinden dat er geboerd moet kunnen worden in ons nationaal cultuurlandschap. Met als uitgangspunt kringlooplandbouw. Maar wij moeten ons ook realiseren dat de boeren hebben ons nationaal cultuurlandschap gecreëerd. Mm-hmm. Dus de agrarische sector. En dat is nou eenmaal... We hebben geen natuurlandschap, maar we hebben een cultuurlandschap. Yep. Dus gemaakte natuur, om het dan maar even zo te zeggen. En daar zijn we trots op, want het is prachtig wat we hebben. Maar we moeten daarin ook niet vergeten dat die boeren daar wel een essentieel onderdeel in en zijn. Is dit nu ingegeven door, laten we zeggen, de lokale situatie waar u nu verkeert? Want op landelijk niveau kan ik me een Kamerlid van D66 voor de geest halen. Die zei van, ja, de boeren moeten eraan wennen, de helft moet weg. Nee, althans, dat is, de veestapel moet gehalveerd. Nu komen we in de nuance, want dit is dus inderdaad niet gezegd. We hebben niet gezegd dat de boeren moeten halveren. Maar de veestapel halveren was wel een uitspraak. Dat is zeker een uitspraak. Maar dan kom je dus ook op die kringlooplandbouw. En als je naar kringlooplandbouw toe gaat, kijk, wij zitten er zo op deze manier in. Wij vinden het heel belangrijk dat we goed kijken hoe houden we ons landschap gezond. Hè? En dus ook de natuur. En hoe kunnen we daarin ook boeren? En ook ondernemen, ook wonen, et cetera, et cetera. Ja, dus de balans. Ja, nee, precies. Maar er hebben meer ondernemers dan alleen boeren in het buitengebied. Dus je moet daar een balans in vinden. En onze voorkeur gaat daar in de zee, of ons uitgangspunt is kringlooplandbouw. Maar wij verwachten niet, en dat is hetzelfde wat ook in Den Haag is gezegd. Wij verwachten niet dat je die transformatie in één dag kunt maken. En wij zijn ook niet zo star dat als er een boer is die zijn grond wil verkopen. Of die zegt ik ga een andere richting inslaan. Ik wil liever een zonneveld dan dat ik daar mijn koeien laat grazen bijvoorbeeld. Dan zijn wij niet degene die gaan zeggen ja dat gaan wij voor u verbieden. Want dat is ook een vorm van boeren en inkomen. Dus wij vinden dat je daar gewoon kritisch naar moet kijken. Maar we moeten wel naar de toekomst van hoe gaan we die sector ook levensbestendig maken. En ik denk dat het, en dat stoort me nog wel eens, een wassen neus is geweest dat er in de gemeente Winterswijk, in de gemeenteraad, moties zijn geweest dat wij als gemeente helemaal niet over gaan. Waar wij ook niet kunnen waarmaken. En dat we dan maar moeten zeggen van, ach ja, weet je, we dienen het maar in om die boeren een borst voor te houden. En volgens mij moeten we wel het eerlijke verhaal vertellen en realistisch zijn. En dat kunnen we door, ook door als gemeente te kijken, hoe kunnen we bijdragen aan die transformatie naar die kringlooplandbouw. Hè? Wat mij opvalt in de programma's van alle politieke partijen overigens in Winterswijk op dit moment, is dat die nuance van de relatie boer-natuur, landschap, dat die eigenlijk overal wordt benadrukt. Ja. Misschien een suggestieve vraag, maar ik stel hem toch. Is het in Amsterdam makkelijker om te zeggen, die boeren die moeten maar met minder dan in Winterswijk? Ja, ik denk dat dat zeker makkelijk is. Door de partijen heen? Ja, ik denk dat makkelijker is. Makkelijker. Ik denk dat zij eigenlijk dat niet eens zouden moeten kunnen zeggen, want zij wonen hier niet. Zij weten niet hoe het in elkaar zit, tenzij ze hier ook vandaan komen. Kijk, ons Kamerlid die komt er zelf uit zo'n gebied, die komt niet uit Amsterdam daarop. Maar ik vind het heel makkelijk om te zeggen, en we moeten niet vergeten dat we het andersom ook doen naar de Randstad toe, dat de Randstad maar zegt van, maar jullie moeten maar zus en zo en ach, dat kan wel. Net als met die Noordtak, hè? Ja, dan doen we het in het gebied waar de minste mensen wonen. Ja. Dus... Ja, ik denk dat het makkelijker is voor een Amsterdam om dat te zeggen, ja. Misschien moeten er ook wel meer mensen wonen in dit gebied. Omdat ze droge voeten willen houden. Maar dat is een ander verhaal. Ik ga even naar een opmerking uit uw verkiezingsprogramma waarin staat... Toerisme moet in evenwicht worden gebracht met het landschap. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wat we daarmee bedoelen... De huidige college heeft, of de huidige coalitiepartijen hebben natuurlijk als doel op zich 1 miljoen overnachtingen. En voor D66 is dat geen doel op zich. Want wij vinden het vooral belangrijk. Kijk, de toeristische sector, dat is een van onze grootste inkomstenbronnen als gemeente. Dat moeten we ons realiseren en die moeten we zeker ook faciliteren. Maar wat ons unique selling point is, is ons landschap. En daarvoor komen de toeristen. Dus als wij het toerisme en de recreatie zo groot gaan uitbreiden en een vervierdubbeling van verschillende campings, dan is ons unieke landschap ook weg. Dus je moet die balans kiezen. Kwaliteit boven massa. Ja, dat is waar wij voor kiezen, ja. Ja. En die kwaliteit bestaat er dan uit dat er wel degelijk een goede toerisme- en recreatiesector is. Zeker. Maar dat die niet zodanig is dat daarmee het landschap wordt verstoord. Precies. Het gaat om die balans. Dat is waar. Er kan veel, maar niet alles kan. Nou. En dat geldt ook voor de mountainbikers op de zandwegen.
Bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, ja. Een laatste onderwerpje dat ik met u graag wil bespreken is woningbouw en woningmarkt. Ja. Alle partijen schrijven erover. Er is grote eensgezindheid over wat er zou moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar wat zijn wat u betreft de speerpunten? Dat is allereerst voldoende seniorenwoningen. Ik vind het een vergeten doelgroep in de hele wooncrisis. We hebben het heel veel over de jongeren en over de starters, wat ontzettend goed is. Hè? Ik bedoel, D66 heeft niet voor niets destijds een jaar geleden het initiatiefvoorstel voor de startersleningen in de raad gebracht. Waar het college dat een VVD, PvdA, WB het wilde afschaffen. Maar je hoort te weinig over die doelgroep seniorenwoningen. We hebben in Winswijk natuurlijk wel een vergrijzende gemeente. Dat is gewoon een feit. En we zien ook dat er in die doelgroep heel moeilijk betaalbare woningen kan worden gevonden. Als het aan de VVD ligt, wordt het anders. Want die wil graag naar 35.000 inwoners. Dus dat klopt. Alleen, we moeten onze eigen inwoner daar niet in vergeten. En we zien gewoon dat die doorstroming, dat senioren heel moeilijk een betaalbare seniorenwoning kunnen vinden. En je moet niet vergeten dat er onder de senioren in Winswijk niet iedereen van een grote boerderij komt met vermogen. Of van een grote stadsvilla, om het dan maar even zo te benoemen. Er is een hele grote doelgroep daarin die echt op zoek is naar een betaalbare woning. En ik wil daar speciale aandacht voor. En ook, dat hoeft wat mij betreft niet allemaal in het centrum. Want er zijn ook heel veel mensen die daar helemaal niet de behoefte aan hebben. Dus een klein kernenbeleid, zodat het landschap zo min mogelijk wordt aangetast. Maar dat we wel woningen ook in het buitengebied bij kunnen krijgen. En een ander speerpunt is, voor Winswijk heeft het continu over inbreiding. Als je alleen maar gaat inbreiden in je eigen gemeente, dus allemaal in de kern, dan betekent dus dat we naar grote flats moeten. Nou, D66 ziet dat absoluut niet zitten. Mm-hmm. Wij vinden dat dat niet past in het dorpsbeeld van Winterswijk. En daarom vinden wij het ook prima om bijvoorbeeld een woonwijk op Tunteveld neer te zetten. Of een klein kernenbeleid in het buitengebied te voeren. Want alleen met inbreiding gaan we er niet komen. En als we dat gaan doen, dan krijgen we 10 hoogflats. Even terug naar die senioren. Want de veronderstelling is dat die dan nu wonen in huizen die eigenlijk veel meer geschikt zijn voor gezinnen. Precies. En dan is de vraag, is er vanuit die senioren ook de vraag om naar een wat kleinere behuizing te gaan? Of wellicht een appartement? Nou ja, ik denk dat te snel de schuld bij de senioren wordt neergelegd dat er geen doorstroming is op die woningmarkt. Want dat vind ik niet fair. Nou, er speelt natuurlijk ook nog een behoorlijke financiële component een rol. En dat is het hem. Er zijn ook heel veel senioren die gewoon simpelweg nu niet een betaalbare woning kunnen vinden op een plek dicht bij hun familie. Waardoor ze dus daar blijven zitten. Dus daar moet je over nadenken. En wij zijn ook niet een voorstander van dat we dan maar tegen een senior zeggen van nou, dan moet je maar naar de andere kant van Winterswijk verhuizen. Want daar kun je dat wel vinden. Nee, we moeten dat verspreid over Winterswijk doen. Zodat mensen ook dicht bij hun mantelzorg, hun familie in de buurt kunnen wonen. Ja, een aantrekkelijk aanbod. Verdeeld over Winterswijk. Verleid om die eengezinswoning te verlaten. Ja, maar dat niet alleen. Zodat zij ook gewoon gelijkvloers. Het gaat ook over hun eigen welzijn. Nee, dat het dus met andere woorden levensloopbestendigheid oplevert. Precies. Ja. Ja. Prestatieafspraak met de corporatie wilt u graag steviger. Ja. Dat is nou één punt waar ik in de gemeenteraad het heel vaak over heb gehoord als het ging over de woonplaats. Ik denk dat ik het daar zo'n beetje elk jaar over heb, om het blijven op hameren. Ja. Nou, vind ik heel belangrijk. Waarom? De gemeente maakt met de woonplaats, de sociale woningbouwcorporatie, prestatieafspraken. Maar er zit geen enkele consequentie aan de prestatieafspraken. Dus als de woonplaats ervoor kiest, in de prestatieafspraak staat bijvoorbeeld, we gaan 10 huurwoningen verkopen. Ja. En ze verkopen er in één keer 15. Dan zitten daar geen consequenties aan. Maar je bent dus wel weer 5 extra sociale huurwoningen kwijt. Die prestatieafspraken zijn wat mij betreft dan ook een wassen neus op dit moment. Omdat er geen enkele consequentie aan zit. Ze zijn boterzacht, zeg ik wel eens. Dus waarvoor doen we het dan? Is het dan een poppenkast of gaan we er ook wat aan verbinden? En de vooral nieuwe partij die nu gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen morgen, schrijft in het programma, er moet een woningcorporatie voor Winterswijk komen. Dus misschien wel los van de woonplaats. Dat heb ik nog niet gelezen, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja. Dat moet ik eerlijk bekennen. Vraag me wel af hoe je dat juridisch allemaal wil borgen. Maar goed. In principe is de woonplaats ook natuurlijk een woningbouwcorporatie voor Winterswijk.
Zo is hij misschien ooit begonnen, maar is behoorlijk gegroeid. Nou ja, kijk, ik ben altijd heel kritisch geweest op de woonplaats. Voor degenen die de raad hebben gevolgd, hebben dat ook wel eens... Dat heette ooit volkshuisvestingen. Ja, nou ja, die hebben ook wel eens gezien hoe ik daar op de keer ging. Maar volgens mij begint het alleen al bij ook hardere prestatieafspraken met consequenties. En dat betekent dat je sancties kunt opleggen en dat je dat ook vastlegt? Dat je ja, ik weet bijvoorbeeld in Rotterdam, daar hebben ze bijvoorbeeld bepaalde vrijstellingen voor rioolheffingen als het gaat over sociale woningbouw voor de corporaties. En als daar de prestatieafspraken niet worden nagekomen, moet zelfs nog de rioolheffing van die verschillende huizen aan de gemeente betalen. Ja. Daar zou je dus wel heel veel na kunnen denken en creatief in kunnen zijn van hoe gaan we dat dan doen? Want nu is het te boterzacht en te vrijblijvend. Ja. Een laatste puntje. En er is natuurlijk nog veel meer over te vragen en te vertellen. Maar daar, die gelegenheden zullen ze nog wel voordoen. Wellicht ook nog voor 16 maart. De gemeenteraad van Winterswijk wordt misschien wel bevolkt straks door 8 partijen. Ja. Want er zijn 8 lijsten ingediend. Mm-hmm. Waarvan ik er persoonlijk van denk, ja, die ene is misschien wel niet zo kansrijk. Maar je weet maar nooit. Namelijk die van de 2 jongens van 15 en 16 jaar die hun idealen niet verwezenlijk zien bij de bestaande partijen. Mm-hmm. Maar laten we even uitgaan van 7. Mm-hmm. 21 raadsleden, gemiddeld 3. Levert dat bestuurlijkheid op? Ik zeg niet dat iedere partij dus 3 zetels krijgt. Maar, nou ja, de kans bestaat. Die kans bestaat, ja. Dat is de vraag. Ik denk dat het steeds moeilijker wordt met zoveel versplintering in gemeenteraden, in provincies en in het Rijk. Om die bestuurlijkheid op te zoeken. Ik bedoel, we hebben nog nooit zulke lange coalitieonderhandelingen gehad natuurlijk op landelijk niveau. En dat komt natuurlijk ook wel ergens vandaan. Er is heel veel fout gaan, daar gaan we het maar niet over hebben. Maar het is ook een deel versplintering. Als je een beetje tegen zit, zitten er straks 20 partijen in de Tweede Kamer, zag ik vanavond in het jury. Nou ja, dus je kunt jezelf afvragen of je dat iets is wat we willen. En uiteindelijk is het natuurlijk wel aan de kiezer. Dus als de kiezer ervoor kiest om zoveel verschillende partijen in de raad te krijgen, dan is het ook aan ons om de samenwerking met elkaar te vinden om tot een meerderheid te komen. Is een, want dat noemt u ook in uw programma, zijn burgerfora mogelijkerwijze ook een goed middel hierin? Namelijk de verbinding zoeken tussen kiezer en gekozenen. Even los van partijen. Ja, ik denk dat je burgerfora ook echt op verschillende grote thema's moet inzetten als het gaat over participatie en over vraagstellingen in de raad. En ik denk dat ze daarin zeker een goed middel kunnen zijn. Want wat we wel zien, en dat vind ik dus zorgelijk, is dat we het vertrouwen in de overheid is afgenomen. En het begint bij onszelf om terug te gaan van waar zijn we het verloren. Hè? Want we zijn ergens de inwoner kwijtgeraakt. En dat ligt bij ons. Wij kunnen dat niet aan de inwoner verwijten, vind ik persoonlijk. Dus je moet ook weer terug naar het moment waar je het bent verloren. En daar moet je het ook weer oppakken. En volgens mij zou zo'n burgerfora nou juist een heel goed middel zijn. In ieder geval om daar een proef mee te doen. Of dat ook het vertrouwen kan verstevigen. Maar je ziet ook dat inwoners dan wat meer betrokken worden. En misschien ook wel anders naar zaken gaan kijken op het moment dat ze het hele dossier hebben gevolgd. Kortom, betere informatie en grotere betrokkenheid leidt wellicht tot een minder ontevreden burger. Nou ja, dat denk ik absoluut. En ik denk dat het ook aan een taak is van de gevestigde partij, om even zo te zeggen, om ons af te vragen hoe het kan zijn dat er nu zoveel nieuwe partijen oppoppen. Want blijkbaar is er een hele grote groep die zich niet vertegenwoordigd voelt. En dat ligt ook bij ons.